Muziek en sport gaan heel goed samen. Michael Phelps pepte zich op met muziek voor hij in het zwembad sprong. Olympisch kampioen Haile Gebrselassie liep records op Scatman. Maar ook als je geen topsporter bent, helpt muziek jou om het sporten vol te houden. De muziek kan jouw gemoed veranderen. Doordat jouw gemoed verandert, heeft dat weer invloed op hoe je gaat bewegen. Het is echt een cyclus van wat gebeurt er in je hoofd, wat gebeurt er in je lijf en die muziek die daartussen zit. Maar waarom werkt muziek nu zo motiverend? De lyrics kunnen jou helpen om te blijven sporten. Luister maar naar Lose Yourself van Eminem. Maniac van Michael Cimbello doet jou misschien denken aan de film Flashdance. Associatie werkt ook motiverend. En dan zijn er nog het tempo en het volume van de muziek. Maar wat is nu de perfecte powersong volgens de wetenschap? De gemiddelde loper die zit rond de 160 stappen per minuut. En daar zouden wij ook aanraden om dan muziek aan 160 beats per minute te gebruiken. Omdat wij hebben gezien dat het tempo van de muziek, als dat dicht genoeg bij het tempo van je beweging ligt, dan kan dat jou als het ware meetrekken. Meetrekken in het nieuwe jaar. Een jaar waarin je jouw sportieve voornemens deze keer wel zult volhouden.